200 florins. That's all I need. 100. 50. What exactly are you working on? When Frank died, you see, he understood the children. He really understood them. He had the knack of entering into their world, of becoming part of them. That's a very rare talent. Yes. Oh, I wish I could be like that. I miss him. Sometimes, even now, I wake up in the morning and I think, I must get Frank's breakfast. And I get up and... You really like me, huh? I loathe you. You have no manners, you're arrogant and conceited, and I wrote you a letter about it, in fact. But I tore it up. What did it say? None of your business. I can't say I like your seagulls much either. I come all the way up here to... But you were coming up anyway, remember? Mitch, I thought I saw your car. What are you doing in town? Thank you.
Ja, toch niet zo zonder meer gaat. Dat niet iets is wat je misschien ergens als je aan een lopende band werkt. Ik ga van een ene baan naar een andere baan. Er komt inderdaad een heleboel bij kijken. En dat heeft Herman ook inderdaad wel gezegd. Het is 7 dagen per week, 24 uur per dag draag je een instituut als dit mee. En de afgelopen dagen was ook best wel moeilijk. Veel kikverschijnselen, om het zo maar eens te zeggen, om het instituut gewoon los te laten. Het idee van, hé, dat hoef ik niet meer te doen, Maar ik kijk met ontzettend veel dankbaarheid terug op deze periode, omdat het voor mij een periode is die ik eigenlijk onvrijwillig begonnen ben. Zo'n aantal van u weet ook wel dat ik eigenlijk niet eens gekozen heb voor het vak directeur. Maar dat ik door ziekte eigenlijk mijn oude vak moest verlaten. En ik had geen vak geleerd. Nou ja, het enige wat ik nog kon worden was directeur. Dus zo is het eigenlijk gegaan. Ik ben er ook inderdaad wel ingekomen als een volstrekt groen iemand. Maar ik ben ook blij dat... ik heb inderdaad ook wel tegen heel wat benen aangeschopt. Ik weet wel dat Frans heeft gelijk. Er zijn sommige mensen binnen het gemeentehuis letterlijk en figuurlijk gillend op de balustrade van als ze mij weer zagen. Maar het was altijd voor een goede zaak. Het was altijd een goede zaak wat ik vanuit mijn kunstenaarschap zo belangrijk vond om dat te kunnen delen met andere mensen. Het feit dat je met kunst, met muziek, met beeld, noem maar op, dat je daarmee bezig bent, dat het voor iedereen zo'n enorme verrijking is in je leven als je daarmee in aanraking kan komen en je daarin kan verdiepen. Ik heb dat gewoon 5 jaar lang gewoon elke dag uitgeschreeuwd. En dat kon me ook niks schelen dat mensen geen tijd hadden. Dan maakten ze maar tijd, want het was zo verschrikkelijk belangrijk voor iedereen.
Thank you.
Thank you.
Fred is een bijzonder mens, vind ik. En wat mij te binnen schoot, dat was het volgende citaat. En diegenen onder u die wel eens wat aan literatuur doen, die zullen het herkennen. En voor de anderen, hoop ik, is het gewoon een mooi citaat. En dat luidt als volgt. Behalve die man die de Sarfati-straat de mooiste straat van Europa vond, heb ik geen wonderlijker kerel ontmoet dan Fred Vogels.